Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Ik was helemaal vergeten om de vlog te openen, maar ik ben dus bezig om mezelf klaar te maken. Want ik heb zo samen met Nesim een afspraak. Tenminste, Nesim heeft zo een afspraak. En ik ga gewoon samen met hem naartoe. Want dat vond hij gewoon leuk als ik meeging. Even kijken, maar eerst gaan we de kerstkaarten schrijven, want dat hebben we nog niet gedaan. Dat gaan we ook even samen doen en dan doen we ze even op de post. Daarna ga ik even snel ontbijt maken en daarna gaan we even door. Ik ga even weer snel verder met dit. Wij gaan nu eindelijk de kerstkaartjes schrijven. Dan zijn we nog niet aan begonnen. En we gaan bij 3 kerstkaartjes, waarschijnlijk voor onze ouders en opa en oma, gaan we dus een klavertje 4 erbij doen. Voor heel veel geluk in het nieuwe jaar. Stel je voor, ze gaan echt 25.000 euro winnen. Ik ga stuk. Vraag aan Nessie wat hij op zijn kaartje gaat schrijven. Wordt hij helemaal een soort van pissig? Omdat ik vraag wat hij gaat schrijven. Hij vindt het onbelangrijk vraag, nee, blijkbaar. Ja, jawel. En toen wou hij zeg maar, oh, het is persoonlijk. Het is ieder voor zich. Het zijn toch onze kerstkaartjes? Anders gaan we wel apart kerstkaartjes kopen. Hoezo? Ging die soort van schrijven net. Nou, je ziet hoe leeg die is. Opeens weet meneer niet meer. Ja, omdat je mij stoort. Schrijf dan. Nee, schrijf. Schrijf. Ik weet nu gewoon dat hij mij na gaat doen als ik ga schrijven. Ik doe gewoon dit. Aangezien jij niet wou delen wat jij wou schrijven, hoef je ook niet bij mij te kijken. Dikke worstenvingers. Ik kan niks zien ertussen. Hoe schrijf je lieve? Doe even normaal. Ben je echt serieus? Met een V toch? Nee, met een F. Dom mens. De walla. Nee, niet dom. Je hebt me nodig in het leven. Besef dat nou gewoon. Lieve mama. En baba. Hij schrijft ook echt baba. Ja, en nu? Zo, ja, sorry, maar ik vind het geen kerstfeer. Ik probeer in een kerstfeer te komen. Oké, ja? Lieve man. Wij. Oh, jij wou zeker ik schrijven. Ik wens jullie. Nee. Ja? Het komt vanuit ons. Wij. Nee. Waarom doe je mij na? Rot op. Wens jullie. Ben je serieus met mij? Jullie. Doe tussen haakjes. En journal. Heel fijn. Heel fijn. Nee. Ik kan echt niet. Kerstdagen. Wij wensen jullie een heel fijne kerstdag. Ja, het ging mis, maar het zijn buitenlanders, maakt niet uit. Het ging niet goed. Een heel fijne. Snappen ze niet? What the fuck? En een gelukkig nieuwjaar. Zo slecht, een heel fijne. Nou en. Een uur later. Ik ben al lang klaar. Emily. Deze jongen, hè. Nou, met rust. Je bent zo kinderachtig, hè. Ik kan heel lach. Nessie wil graag een omeletje met tonijn, dus die ga ik nu maken. Uitjes ingedaan, een blikje tonijn met zonnebloemolie, ik doe er mais bij, eigenlijk hoort er ook paprika bij, maar die heb ik helaas niet meer in huis. En eitjes en een beetje kaas overheen. Oh, dat ruikt nu al zo lekker. Dit ziet er erg goed uit. Oh, er zit nog een schilletje in, die heb ik helemaal niet gezien. Dit is onze nieuwe tosti-apparaat, eigenlijk precies hetzelfde als de vorige, maar een nieuwe. En ik ben nu even brood aan het roosteren voor Nessie. Ik heb trouwens weer nieuwe schoenen van Puma. Die heeft Nessie voor me meegenomen. Ik vind deze echt zo leuk en hebben zo'n hoge zool. Vind ik echt geweldig. En je kan ook deze veters erin doen. Maar ik ga voor dit. Love it. Echt gaaf. Vandaag trouwens mijn outfit. Ik had hier ook een broekje bij. En ik had hem in maat M. Maar die was me echt veel te groot. Ja. Dus heb ik alleen mijn bovenkant aan. Ik haal binnenkort maatje S. Ik heb hier een legging onder. Zo'n dikke van de Zara. Echt een heel chille legging. Met Puma schoenen.
Yes, Team Puma. Yeah. Wij zijn inmiddels onderweg. Want Nessim gaat vandaag voor het eerste keer zijn tanden bleken. Is jouw eerste keer tanden bleken? Allereerste keer. We hebben wel eens een keer met die strips gedaan, hè? Ja, maar daar was je heel gevoelig voor. Ja. Dus hij gaat nu zijn tanden bleken naar waar ik laatst ben geweest. De biotanden bleken, want die, ja, die is eigenlijk wel goed voor gevoelige tanden en zo. Dus ik ga mee. Ja, ik voel het wel, man, met die strips. Zo heel erg. Ook als je bijvoorbeeld water gaat drinken of zo ook. Ja. Oh, ja, dus. En Nessie, waarom wil je eigenlijk dat ik met jou meega als je je tanden gaat bleken? Fuck, ik ga gewoon mee. Waarom? Ik ging ook alleen maar voelen. Waarom? Heb je niks, je hebt toch niks beter te doen? Nou! Nee, ik wil horen. Voor de gezelligheid. Ja, maar waarom durf je het niet toe te geven? Moet je zo van die stomme antwoorden gezelligheid geven? Ik vind het gezellig met jou. Ja, nee, maar dat wil ik horen. Waarom kan ja, ik niet zeggen? Wil je loren? Loren? Ja. Nessie kan gewoon niet zonder mij. Ja, je bent hartstikke leuk. Ja, je komt zo heel onafhankelijk over. Maar mensen helemaal weten niet. Mensen weten niet dat je... Ik moet overal mee. Als het aan jou ligt, ga ik overal heen. Hè, Ness? Ik vind het echt leuk, man, die trainingspakje van Puma. Ja? Die kleur staat me echt goed in combinatie met mijn make-up. En de laatste tijd heb ik dus zo'n kapsel als ik geen zin heb om mijn haar te doen. Helemaal leuk. Nessie wou net bellen, vandaar dat hij zijn oordopjes erin heeft gedaan. Toen dacht ik, ja nee, ik wil wel eerst vloggen. Wat is leuk? Ik vind je vlogs heel leuk, weet je, ik kijk ze elke dag. Eerlijk, hè? Ik kijk mijn vlogs elke dag. Maar weet je waarom maar hij zoekt mezelf. Hij kijkt alleen maar naar mijn vlogs om zichzelf te zien, mijn vlogs. En dan gaat hij heel hard lachen om zichzelf. Ja. Ik heb nog nooit iemand gezien die zo hard om zichzelf kan lachen. Leuk, hè? Dus ik zit inmiddels met Nessie, met de biotanden bleken. Je vindt het normaal, man. Wat zeg je? Hij is warm. Ja. Dat is normaal. Dat is zo schrik, hoor. Nessie vindt het volgens mij heel erg spannend. Dit is wanneer je bij de biotanden bleken bent met Nessie. Iedereen moest verplicht naar dit kijken gewoon. Je was de enige die aan het lachen was. Wij zijn net klaar bij de tandenbleker en hoe vond je het? Oh my god, oh kijk hoe wit. Oh. Weet je hoe ik me voel? Dat jou niet zien. Ik voel me zoals Ross, kijk je van Friends. Weet je wat toen ik ging bleken? Ik schrok van mijn eigen tanden. Maar laat jou nu zien dan. Ja, doet het licht uit van jouw mobiel? What the fuck? Ik ga een stuk wel lachen. Ik heb natuurlijk niet verteld wat ik ga doen, maar ik ga dus nu naar Honey en ik ga samen met haar eten. Nessie mag 2-3 uur niet eten. En dan gaat hij zich aanhouden en hij gaat ook geen eten met kleurstof drinken of eten. Hij mag ook niks met vloeistof of kleur. Hoi, mag ik één cappuccino alsjeblieft? Ja, een cappuccino zijn we? Ja, één grote, doe maar. Ja? Dat ja? Is ja, dankjewel. Met die 2,75 kunt u door naar het eerste naam. Yes! Inmiddels ben ik in Rotterdam-West en altijd als ik hier ben zit ik vast. Of de brug is open, of er is iets anders aan de hand, like... Geen zin in. En ik heb net even Honey gebeld om te vragen waar ze wil eten. Nou, verrassend genoeg wilden we de Turk eten. Dus dat wordt hem. Die rode licht in mijn hoofd. Word je ook niet echt knapper van. Dus dat is wat we gaan doen. Bij de Turk eten. En wat wil ik nog meer zeggen? Ja, meestal bij de Turk hebben ze altijd heel veel koolhydraten en bla bla bla. Maar ik skip even rijst en zo. En ik eet gewoon lekker een stuk gegrild vlees. Met salade. Wij zijn nu bij Evi Durum. En kijk wat ik heb besteld. Het ziet er erg lekker uit. Ik ben inmiddels thuis. Fuck, ik koud buiten. Ik heb mijn jas vergeten bij Honey. Oh, ik heb het echt zo koud, jongens. Niet normaal. Trouwens, nu ik naar mezelf kijk, mijn gezicht is echt super bruin geworden. En het heeft één reden. En dat zijn dus de Colistar serumdruppels. Het is eigenlijk gewoon een soort van ja, bronzer. En die doe je gewoon dagelijks insmeren met je nachtcreme. En ik had laatst een vraag gekregen van hoe het nou mij beviel. Want ik had wel eens eerder in mijn vlog gezegd van nou, ik heb dus de... Colistar aangeschaft omdat ik daar heel goede verhalen over heb gehoord. En ja, het werkt echt. Je gaat van lijkblik naar gebronst. En ja, ik zei wel toen van ja, je hebt één druppel nodig en dan moet je mengen met je nachtcreme. Maar
Ik heb er persoonlijk wel meerdere druppels voor nodig. Dus ja, wat betreft de Colistar serum, heel goed. Is de prijs waard. Ik zal hem ook echt blijven gebruiken. Want zoals ik heb gezegd, ik ben gestopt met zonnebank. En dit is nou gewoon mijn alternatief. Ik zit er wel over te twijfelen om nog één keer in zoveel tijd even langs de zonnebank te gaan. Om gewoon mijn lichaam te kleuren, maar niet mijn gezicht. Want daar blijf ik echt vanaf. En ik denk dat het gewoon, ja, het heeft gewoon wel heel veel effect op je huid, weet je wel. Vooral op je gezicht. En als je je lichaam gewoon goed insmeert, kan niet zoveel kwaad. Want ja, mijn handen zijn gewoon super bleek. En om dan je hele lichaam elke keer in te smeren met zelfbruiner. Ik heb het laatst een beetje geprobeerd, maar dat is gewoon echt niet te doen. En op een gegeven moment kreeg ik ook gewoon vlekken. Je moet blijven scrubben. Het is wel een hele gedoe, zeg maar. Dus ik denk, ik ga anders zoveel tijd, ga ik gewoon alleen mijn lichaam doen. Ik doe de gezichtsbruiner gewoon uit en mijn gezicht blijf ik gewoon vanaf. En dan doe ik soms Colistar druppels en soms ook niet, boeiend, weet je wel. We hebben gewoon ook gewoon bronzer als we make-up op doen. Dus dat wou ik even kwijt voor de rest. Ja, niks. Oké, wat ik nu ga doen is mezelf heel snel omkleden. Nee, ik ga douchen. Omkleden, ik ga mijn haar even wassen en gelijk ook even krullen. Nou ja, krullen, ik ga gewoon mijn haarproducten erin doen. Want morgen heb ik ook nog een paar leuke dingetjes te doen. En dan zit mijn haar gewoon goed, dat vind ik wel even belangrijk. En ik heb even geen zin meer in, ja, plat haar. Volgens mij heeft Nessie weer brood geroosterd, jongens. Trouwens ook echt zulke spierpijn van het sporten, niet normaal. Ik voel het gewoon die hard in mijn schouders, in mijn buik, alles. Trouwens, deze vlekken dus komen door de zelfbruiner. Dat is waarom ik dus helemaal afgeknapt ben. En ik scrub gewoon echt gewoon super goed en alles. Maar ik krijg het toch. Het ligt gewoon een beetje aan je huid. Dus ik kap daar gewoon mee. Ik ga nu weer scrubben en alles eraf halen. Echt zo lelijk. Niet normaal. Kappen mee. Goedemorgen. Het is vandaag alweer de volgende dag. En ik ben vergeten mijn vlog van gisteren af te sluiten. Dus dan ga ik bij deze doen. En dan ga ik een nieuwe vlog openen vandaag. Doei doei.